De organisatie van de economie in een anarchistische samenleving of tijdens het stadium van een revolutionaire transitie naar anarchie. Essentiële libertaire sociale revolutie. De organisatie van de economie van libertaire substantie, oriëntatie en doel en haar ontwikkeling en ontvouwing maken een radicale verandering van het kapitalistische en staatssysteem onontbeerlijk. Deze verandering impliceert noodzakelijkerwijs het afschaffen en overwinnen van beide, en het leggen van de fundamentele fundamenten van de nieuwe economie en van de anarchistische samenleving of van het democratisch socialisme op weg ernaartoe. Nog de anarchistische, nog zelfs de libertaire communistische samenleving zal worden gerealiseerd door de kunst van betovering, nog op een dag, nog op een gesynchroniseerde manier op wereldniveau, in een bepaalde fase van de universele menselijke geschiedenis. De sociale revolutie zal niet tegelijkertijd in elk land ter wereld tegelijkertijd plaatsvinden. Evenmin kan het uniform zijn, gebaseerd op een enkel type of patroon, aangezien geografische, klimatologische, etnische, demografische omstandigheden, industriële ontwikkeling, natuurlijke rijkdom, het al dan niet bestaan van grondstoffen, landbouwmogelijkheden, milieuomstandigheden, mentaliteit en cultuur, enzovoort, zullen de constructieve varianten ervan beïnvloeden, zelfs onder de bepalende invloed van het SAP en de libertaire oriëntatie, waardoor ze, overeenkomstig hun dichtheid en de aangegeven specifieke kenmerken, niet alleen universeel maar ook in elk land zelf, het systeem en zijn nieuwe structuren onder veelzijdige, meervoudige en pluralistische profielen en aspecten. Op zoek naar een onophoudelijke verbetering en een harmonieus evenwicht. Maar de essentiële kenmerken van de anarchistische of anarchistische samenleving en van de praktische en effectieve middelen en procedures om deze te bereiken, moeten worden gemanifesteerd met sterke en duidelijke richtlijnen om de werkelijkheid te grijpen en er een diepe groef in te openen, met het oog op de vruchtbare opkomst van de morgen gratis, vanaf vandaag. Het doel van de nieuwe libertaire economie en van de anarchistische samenleving moet de vrijheid en het welzijn zijn van elke persoon waaruit ze bestaat, in een omgeving van sociale gelijkheid en menselijke solidariteit. Om dit doel te bereiken, is de verdwijning van de staat onder al zijn vormen van dictatuur, ook al wordt het tijdelijk genoemd, van alle autoritaire instellingen van het kapitalisme essentieel, van privé-eigendom, van alle vormen en procedures van uitbuiting en onderdrukking van persoon tot persoon, van sociale klassen, rangen, hiërarchieën en privileges, van de werknemer. Hoewel de sociale revolutie in een land helaas in zijn vroege stadia niet verder kan gaan dan bepaalde voorwaarden die onvermijdelijk de kenmerken van het land zelf zullen opleggen en de middelen waarover het beschikt op het moment dat het uitbreekt of plaatsvindt, althans in de economische orde, aangezien de wereldwijd beschouwde economie niet in een oogwenk wordt gecreëerd of ontwikkeld, vanaf het eerste moment, haar vruchtbare voetafdruk en haar vastomlijnde wil om te bereiken, van de kant van anarchisten, moet de zorg zijn om vertalen in werkelijkheid de maximale substantieelheid, prestaties en libertaire ontwikkeling. En het motto zou moeten zijn, vrijheid, brood, kleding, huisvesting, cultuur en recreatie voor iedereen. Van ieder volgens zijn middelen tot ieder volgens zijn behoeften. Het zal nodig zijn om alle interne obstakels, overblijfselen van een verleden van autoritarisme en uitbuiting, die in strijd zijn met de vrije organisatie van de nieuwe samenleving, te vernietigen en weg te vagen. En het zal niet mogelijk zijn veel te rekenen op de wereldwijde revolutionaire solidariteit die de sociale revolutie van het land ondersteunt, vooral als het wordt gepresenteerd met een duidelijk anarchistische overheersende typologie. Alle hulp van de internationaal dominante blokken zal neigen naar satellitisering. En er moet ook gezegd worden dat bij elke diepgaande revolutionaire verandering er een periode is van economische stagnatie, van experimentele beproeving, van aanpassing van de meest geschikte structuren aan de nagestreefde doelen en doelen, die de revolutionaire transformerende stroom en haar waarde op de proef stelt en capaciteit voor voltooiing en constructie. Verzeker het bestaan en de vrije werking van het bedrijf. Vanaf het eerste moment is het noodzakelijk om te zorgen voor productie, levering, verhoging van de prestaties en productiviteit, zonder de productieve arbeidersklasse uit te buiten, zonder haar uit te putten, zonder haar gevangen te zetten in vervreemdende werknormen. De onmiddellijke triomf van de sociale revolutie en haar consolidatie en de toekomstige fasen van haar progressieve ontwikkeling zullen grotendeels afhangen van de eigen sociale, economische, culturele en ideologische opleiding van de arbeiders, van wat we een specifiek revolutionair en libertair vermogen zouden kunnen noemen, individueel en wereldwijd overwogen. De essentiële factor van de nieuwe orde moet de vrije en zelfbewuste persoon zijn. Geen type economie,
al alles weggooien wat het kan, stel dat het kapitalistische en staatssysteem consubstantieel zijn met anarchisme. Ons doel is om in vrijheid te leven en al het mogelijke te doen, zodat iedereen ervan kan genieten en, onder gelijke voorwaarden, kan genieten van hoeveel het land, de natuur en de solidariteitsinspanning van mensen iedereen zonder onderscheid kan bieden. Brede ontvangst van sociaal anarchisme. Om dezelfde redenen is onze opvatting van integraal socialisme, van democratisch socialisme breed en niet uitputtend, nog eenzijdig, nog uniform in zijn mogelijkheden en modaliteiten van praktische toepassing. Andere vormen van sociale organisatie, hetzij wederzijds, collectivistisch, coöperatief, enzovoort, op voorwaarde dat alle wortels van uitbuiting ervan worden uitgesloten. De vrijheid om te experimenteren met economische modaliteiten die het meest rechtvaardig en adequaat zijn om aan menselijke behoeften te voldoen en mensen het maximum van vrijheid en het grootste welzijn te verzekeren, zou een open pad moeten hebben in de anarchistische samenleving, waarbij we natuurlijk proberen ze te laten gaan, gemeenschappelijk overleg met het naast elkaar bestaan van de groep en het algemene systeem gebaseerd op de federatieve vereniging van vrije producenten en solidariteitsconsumenten. Vrijheid van experimenteren. Het experimenteren en naast elkaar bestaan van modaliteiten van het socialiserende type, mutualistische, anarchist, Proudhon, anarchistische collectivisten, anarchisten, Bakunin, Ermela, libertair-communistisch of anarchistisch communisme, anarchisten, Kropotkin maar laten staan, coöperativisten, niet gecommercialiseerd, enzovoort. Op lokale, provinciale, regionale of nationale schaal kan het mogelijk zijn, binnen het libertaire systeem, het in wezen anti-autoritaire anarchistische principe, fundamenteel autonoom en federalistisch, te beschermen. En vooral als men begrijpt, zoals logischerwijs libertair is, dat de menselijke evolutie en die van sociale vormen niet stagneren en dat geen enkele economische structuur als definitief en onveranderlijk kan worden beschouwd. Om altijd meer vrijheid, meer welzijn, meer overvloed van alles, grotere perfectie en de meest optimale omstandigheden te creëren voor de volledige ontwikkeling van het individu, van de sociale groep, van de menselijke groep, moet dat de oriëntatie en het doel zijn van de anarchistische samenleving, van libertaire sociale en economische organisatie. Libertarische sociale en economische schetsen. De economie kan zich niet ontwikkelen zonder een sociale basis. En waar de mens of de groep bestaat, ontstaat de samenleving, uit hetzelfde samenleven. Behoeften worden gepresenteerd, met hun onaantrekkelijke eisen, zelfs door dezelfde eenvoudige en natuurlijke biologische orde en, die zich op het algemene vlak manifesteert, het collectieve geheel overstijgt, zorgen ervoor dat mensen zichzelf zien in de plicht om een orde of regel of een principe te zoeken, om te doen op zijn minst verenigbaar met het menselijk samenleven zelf, of dit nu gebaseerd is op een vrij aanvaarde en bewuste overeenkomst of contract, vrijwillig toegepast. In de anarchistische opvatting, althans in degene die de organiserende basis erkent door een vrij pact, is het libertair communisme het systeem of het structurele mechanisme dat de vorming en ontwikkeling van de samenleving levensvatbaarder maakt, gebaseerd op kritische postulaten geïnterpreteerd met lucide realisme, zonder mystificatie van de betekenis en inhoud daarvan. Basis van de nieuwe samenleving, de vrije commune. De hoeksteen of levende cel van de nieuwe libertaire sociale organisatie is voor ons, naast het individu, de groep, de collectiviteit, de unie, de vrije commune. De vrije commune, gevormd door elk van de burgers, kan de functie hebben van algemene sociale coördinatie, eenvoudig in het administratieve aspect, niet van macht of politieke instelling, maar van sociale dienstverlening, op lokaal-territoriaal niveau. Hun functies moeten in overeenstemming zijn met die resoluties en beslissingen die de gemeenschappelijke vrije vergaderingen zelf bij onderlinge consensus hebben genomen. Van de gemeenschappelijke organisatie moet alle autoritarisme en alle bureaucratie worden uitgebannen. De provinciale, regionale en nationale federaties van vrije gemeenten kunnen worden gevormd op het algemene niveau van een land of in een specifieke geografische en etnische zone, en kunnen internationaal verbonden zijn. De commune mag de politieke macht niet op zichzelf concentreren, en minder de militaire macht, die ook helemaal moet verdwijnen. Zelfs geen revolutionaire kracht. Alle politieke macht moet worden afgeschaft en niemand mag deze uitoefenen. Evenmin mag er sprake zijn van economisch eigendom in de commune, waardoor haar geografische en historische termen gesloten domein of een leengoed is. Elke commune moet openstaan voor solidariteit, deze beoefenen en ontvangen, gebaseerd op het principe dat alle natuurlijke of gecreëerde of vervaardigde rijkdom, alle producten, gereedschappen of materiële goederen,
gemeenschappelijk erfgoed zijn en ter beschikking blijven van iedereen, terwijl het vruchtgebruik ervan wordt gereguleerd door de collectieve regels die vrij en vrijwillig zijn vastgesteld. Van de Revolutionaire Unie en haar functies. Het organisme dat de organisatie van het werk en de functie ervan in de socialistische samenleving het beste kan verzekeren, is de Revolutionaire Syndicalistische Vakbond, bestaande uit vrije arbeiders uit de industrie, velden, mijnen, laboratoria en centra onderzoek en zoeken, die van technische specialiteiten. De vakbonden, gegroepeerd per branche en industrie, in lokale, provinciale, regionale, nationale en internationale federaties en die onder hun verantwoordelijke controle fabrieken en werkplaatsen, velden, mijnen, jachthavens, wetenschappelijke en technologische instituten rechtstreeks beheren, zijn organen die in staat zijn om de productie te verzekeren van alle artikelen en dingen die essentieel zijn voor de samenleving en haar componenten, in overeenstemming met de behoeften dat ze zichzelf laten voelen en presenteren, waarbij ze het doel nastreven om overvloed te creëren met de bijdrage van een ieder aan de gemeenschappelijke inspanning. In overeenstemming met hun sterke punten en capaciteiten en zonder gebruik te maken van wie dan ook of enig privilege. Alle materiële, economische en technische middelen, vervaardigde artikelen, landbouwproducten, vee, visserijproducten, enzovoort, moeten worden overwogen en ter beschikking worden gesteld aan het algemeen, via de geschikte en meest geschikte instanties, voor distributie, uitwisseling en de meest rechtvaardige verdeling. De federaties van vakbonden kunnen worden gevormd door categorieën van productie, of het nu gaat om industriële, boeren, enzovoort, of openbare diensten, postdiensten, communicatie, transport en andere. De sociale revolutie, met het verdwijnen van de bourgeoisie en de kapitalistische en autoritaire structuren, zal een nieuwe economische orde moeten vestigen, wat noodzakelijkerwijs andere arbeidsmodaliteiten, aanpassingen van de fabrikage, professionele reconversies en andere productiespecialiteiten met zich meebrengt. Vakbonden van beroep of industrie mogen geen politieke macht of eigendom hebben van fabrieken, machines of vervaardigde producten. Corporatistisch eigendomsrecht mag evenmin wortel schieten in de anarchistische samenleving. Zelfmanagement moet gebaseerd zijn op het verzekeren van de beste en meest rationele organisatie van het werk en de productiefunctie, gestuurd door een hoog gevoel van bewuste en vrijwillige individuele en professionele verantwoordelijkheid. De commissies of commissies voor zelfbeheer van de fabriek, het bedrijf, de werkplaats of de producerende gemeenschap zullen rechtstreeks worden aangesteld door het personeel dat daar werkzaam is, onderhevig aan periodieke vernieuwingen en herroepbaar zijn. Bureaucratie moet uit commissies en overal worden verbannen. Hetzelfde technische of gespecialiseerde personeel mag in geen geval de commandostatus krijgen. Wij uiten ons tegen het erkennen van het principe van alle macht aan de vakbonden, zoals het verlenen van leiding en leiding aan een technische of gespecialiseerde persoon die verantwoordelijk is voor een baan en die andere werknemers op gelijke voet moet beschouwen moreel en effectief, producenten die meewerken aan het werk van een gemeenschappelijk bedrijf in dienst van het algemeen belang. Distributie en consumptie. Het doel van de sociale organisatie die we verdedigen en verdedigen mag niet het industriële of commerciële voordeel of de winst zijn, gemanipuleerd of gemonopoliseerd door een groep, clan, entiteit of lichaam, maar het algemeen belang binnen de federatie of vereniging van gemeenten vrij en in solidariteit. Aan de andere kant begrijpen we dat de economische vormen en mechanismen van de anarchistische samenleving niet moeten worden ingebed in een rigide bepansering, in een monolithisch regime en onwrikbare structuren. Met respect voor het fundamentele principe van niet-uitbuiting, van gemeenschap van rijkdom, goederen, land, machines en producten, moet alles ter beschikking worden gesteld en individueel en gemeenschappelijk worden geconsumeerd en gebruikt. En zo zullen vrijheid, brood, cultuur en onafhankelijkheid binnen vakbond en solidariteit voor iedereen beter worden gegarandeerd en verzekerd. De algemene gecoördineerde en kleinhandelsdistributie van landbouwproducten en vervaardigde producten kan worden verzekerd door consumentenverenigingen of federaties, gebaseerd op bevoorradingsmagazijnen en groothandelsvoorziening, waar de productiebonden en gemeenschappen de producten kunnen leveren en deponeren, en via consumentencoöperaties en winkels of centra die gekwalificeerd zijn voor detailhandel, vrijgesteld van alle commercialisering. Organismen van de revolutie, de collectiviteiten, de productiecollectieven, en zelfs de gemengde productie- en consumptiegroepen, vooral in de landbouw, op het platteland en in de boeren, kunnen ook een belangrijke factor zijn tussen de geschikte en effectieve middelen voor vestiging en ontwikkeling van de nieuwe economie, als vitale organismen werken volgens het principe van vrije samenwerking in de nieuwe solidaire economie,
zonder commercialiteit of samenloop. Als een praktische en effectieve uitdrukking van levende collectivistisch-communistische, anarchistische, realisatie, kan die van de libertair type collectiviteiten worden aangeboden tijdens de Spaanse Revolutie, in een gegeven situatie van transcendentaal historisch realisme, die zich manifesteert als efficiënte organismen om de economische ontwikkeling van een volk te verzekeren. Bovenal werken we samen met de vakbonden en andere gemeenschappelijke organisaties, complementair aan elkaar, en zorgen we voor elk, in zijn gedefinieerde sfeer en respectieve kenmerken, van de economische en sociale behoeften en functies die inherent zijn aan de samenleving of gemeenschap. Sociale en economische raden. Onder de complementaire organisaties van nut, door middel van advies, informatie en statistieken, technische begeleiding, zoeken naar meer perfecte organisatorische modaliteiten, lokale en algemene coördinatie, praktische lessen afgeleid van dezelfde diverse ervaringen vergeleken met productie en consumptie, exploitatie en studie van de mogelijkheden van economische ontwikkeling en exploitatie van nieuwe welvaart gemeen. Er kunnen lokale, provinciale en regionale economische raden zijn die leiden tot de Algemene Raad van de Gefedereerde Nationale Economie. Deze economische raden zouden geen uitvoerende macht moeten hebben, maar gewoon een adviserende en adviserende missie. Ze kunnen worden gevormd door afgevaardigden die worden aangewezen door de commune, de vakbonden, de collectieven, de coöperaties en consumptiecentra, de technische en culturele organisaties. Het doel van de sociale organisatie die we verdedigen en verdedigen, mag niet industriële of commerciële winst of winst zijn, gemanipuleerd of gemonopoliseerd door een groep, clan, entiteit of lichaam, maar het algemeen welzijn. De leden van deze raden, die zelf sociale en economische raden kunnen worden genoemd, zullen door de respectieve organen worden benoemd en aan hen worden gedelegeerd, op een hernieuwbare en herroepbare tijdelijke basis. Rekening houdend met de essentiële, materiële, productieve, gerelateerde, culturele en artistieke behoeften, enzovoort, onder de sociale en economische raden die kunnen worden gevormd, is er voedsel, huisvesting, kleding, landbouw en veeteelt en bosbouw, mijnbouw, visserij, transport, communicatie, grafische kunsten, pers en boeken, de metallurgische en staalindustrie, water, elektriciteit en aandrijfkracht, die van de chemische industrie, die van de glas- en keramieksector, die van de houtsector, die van de bouw, die van gezondheid, die van cultuur, kunst en recreatie, die van wetenschap, onderzoek en technieken, die van pakhuizen, kredieten en uitwisselingen, buitenlandse betrekkingen, import en export, die via hun lokale, gemeentelijke vakbonds, collectiviteiten, coöperaties en autonome groepen takken, zonder enig centralisme, van onder naar boven, met elkaar verweven zullen zijn een algemene raad voor de coördinatie en solidariteit van autonome entiteiten en organen, zonder uitvoerende bevoegdheden. De namen van de verschillende raden die we opsommen kunnen verschillen van die we geven, de koppelingen zijn min of meer breed, de afbakeningen per specialiteit of tak meer gevarieerd of synthetisch dan aangegeven. En ze zullen altijd gezamenlijk worden aangenomen, tussen de belanghebbenden, rechtstreeks, zonder enige oplegging. Algemene overwegingen. Bij het tekenen of schetsen van deze modaliteiten of formules, doen we dat met de belangrijkste zorg om autoritaire invloeden en herinneringen te vermijden, de tendensen in de libertair-anarchistische of communistische samenleving te centraliseren, op te nemen en te monopoliseren en met de wens om vrijheid, autonomie te geven, levende, structurele, functionele, praktische inhoud en stimulator van grotere vooruitgang en verbetering van de stijging. We baseren de transformatieve en creatieve sociale dynamische energie in man en vrouw, natuurlijk, in hun eigen geweten, als een integraal wezen in zichzelf, individueel en als een autonome eenheid die vrijwillig verbonden is met de gemeenschap als geheel. Als, in de stadia van transformatie en op weg naar de volledige verwezenlijking van het communisme, terwijl de industriële en agrarische ontwikkeling om verschillende redenen niet een voldoende graad hebben bereikt om overvloed en vrije individuele verwerving te creëren, zonder appotten of misbruik van allerlei soorten producten, aangenomen wordt dat een regularisatie van distributie en consumptie binnen het systeem van toegepaste socialisatie, collectivisme of beginnend communisme niet essentieel was, maar het meest rationele en rechtvaardig zou moeten zijn. Wij zijn dezelfde mening toegedaan als het gemak of nut van een beloningssysteem wordt overwogen om inkoopfaciliteiten te bieden. We zijn tegen hem omdat we vrezen dat de beloning, als deze niet gelijk is, en toch dodelijk in onrecht zou vervallen,
egoïsme en wrok zou opwekken en op de lange termijn ongelijkheid zou doen herleven. Het bestaan van geld, al zeer controversieel in de libertaire sociologie, is volgens ons evenmin aan te raden. En als er een monetair teken wordt vastgesteld, gebaseerd op obligaties of vouchers, mag het niet gecentraliseerd worden in een bankachtige instantie, maar als deze vouchers of valutaobligaties worden uitgegeven door de gemeenten, moeten ze intern en in het algemeen bezit een aankoop en inwisselbare waarde in alle. De accumulatie van waarden van monetaire tekens, in soorten of producten, de accumulatie van welke aard dan ook, door een gemeente, van een machtige, belangrijkere of welvarender gemeenschap of bedrijf, van een meer ontwikkelde regio, van op dezelfde manier dat centralisatie en monopolie moeten worden vermeden en bestreden. Als een algemeen economisch plan nodig wordt om tot stand te brengen, zal het nodig zijn om ervoor te zorgen dat de bijdragende partijen of eenheden of weer hulp en middelen nodig zijn of zouden kunnen worden beïnvloed, niet worden opgeofferd, en het eerder aanvaarden, want als de algemene wil wordt opgelegd en gemanifesteerd met de almacht van een effectieve en onbetwistbare macht zou het risico van onderdrukking of onrechtvaardigheid ontstaan en zou rebellie ontstaan als een onvermijdelijke defensieve reactie. De samenleving moet zijn als een levend organisme waarin alle cellen of groepen ervan, alle organen, hun functie vervullen, om leven en gezondheid te verzekeren, met het verschil dat binnen dat sociale organisme van mensen en manifesteert zich autonoom en draagt bij met zijn eigen individualiteit om het te verrijken en leven te maken en met zijn intelligentie, reden en kennis om het bewustzijn, humanisme, harmonieuze ontwikkeling, creatieve en opwaartse drijfveer te geven. Het doel van de sociale organisatie die we verdedigen en verdedigen, mag niet industriële of commerciële winst of winst zijn, gemanipuleerd of gemonopoliseerd door een groep, clan, entiteit of lichaam, maar het algemeen welzijn. Verre van ons is de schijn, die zinloos zou zijn, om in onveranderlijke richtlijnen, zelfs niet in grote lijnen en veel minder in minime details, de sociale, ethische en economische grondslagen van het anarchisme te definiëren. We gebruiken het politieke woord niet om dezelfde reden, vanwege dezelfde verwarring waartoe het zich leent, zoals democratie zich leent. We weten dat de evolutie van de geschiedenis verre van een continu stijgende lijn volgt, eerder het golvende spoor en vol tegenstrijdigheden zit, en het is door hen dat de nieuwe sociale en economische vormen en de ontwikkeling van bewustzijn en bewustzijn zelf ontstaan. Menselijke ethiek, worden overwonnen en maken plaats voor nieuwe vormen, structuren en bewustwording van menselijke ethiek, worden overwonnen en maken plaats voor nieuwe vormen, structuren en opvattingen, die ook een kortstondig bestaan hebben, in een voortdurende vernieuwing van het sociale leven en zijn vormen, permanente creatieve dynamiek van het nieuwe, die zijn modulatie en zijn stempel drukt op de realiteit van elke keer, in elke stad en in de wereld. Het is juist de dialectiek van het leven die de kiemen creëert die een impuls geven aan vooruitgang, door de hersenen, het geweten en de wil van elke persoon gaan een nieuwe kortstondige werkelijkheden in vormen vormen. Hiervan bewust, als anarchisten, vechtend voor alle gedurfde progressieve realisators, de revolutionaire geest levend en actief houdend, stellen we geen obstakels of grenzen aan de opbouw van een vrije morgen, in een continu ontwikkelingsproces en beperken we ons tot deze aantekeningen rond het thema La organisatie van de economie in een anarchistische samenleving of tijdens de revolutionaire overgangsfase naar anarchie, zonder enige uitputtende claim en als een bijdrage aan de gemeenschappelijke gedachte en inhoudende bijdrage aan de libertaire doctrine, zonder enige aanspraak op originaliteit.